De ene keer dat ik het kantoor binnenkwam en dat alle lades waren opengetrokken en dat er een grote puinhoop was gemaakt, maar niks was meegenomen, dan weet je van oké, ze zijn duidelijk binnen geweest en ze willen even een boodschap afgeven. Je noemt net het vertrouwen. Hoe bekeken Chinezen jou tijdens het maken van reportages? Ja, dat is heel erg veranderd de afgelopen 10 jaar. In het begin was het nog redelijk eenvoudig om ergens een student te vinden die mij wilde meenemen, die me dingen wilde laten zien. Ik herinner begin 2014 me goed. Bedoel ja, je dan? 2014. Ja. Er waren toen nog heel veel mensen die met mij wilden spreken. Ik ging ook naar voordat ik in Urumqi aankwam, ben ik gestopt in Turpan bijvoorbeeld. Hele mooie stad op de zijderoute, op de oude zijderoute. En daar ben ik rondgeleid door een Oeigoer. En hij wilde niet al te politiek worden, maar hij sprak wel met me. En nou ja, 2, 3 jaar later is er geen Oeigoer meer die met mij wil spreken, want dat is allemaal veel te gevaarlijk. Maar inmiddels wil eigenlijk geen enkele Chinees meer met mij praten. Want er wordt hen alsmaar voorgehouden dat buitenlanders zijn potentieel gevaarlijk. En buitenlandse journalisten al helemaal. Dat zijn spionnen mogelijk. Dus ja, liever niet mee praten. Maar hoe maak je dan een reportage? Ik bedoel, als ik denk aan een reportage maken in het buitenland en je spreekt misschien de taal een beetje, maar niet helemaal, dan vraag je een fixer of een vertaler. Die helpt je even met iemand zoeken. Je doet een interviewverzoek en je gaat met iemand zitten. Zo werkt het niet in China. Je neemt geen rolkoffertje mee. Je neemt altijd een rugzak mee. Je vertrekt op de eerste vlucht 's ochtends. Mm-hmm. Want nou ja, die rugzak heb je bij je, zodat je heel makkelijk taxi in, taxi uit. Als je heel snel weg moet, dan ben je wat mobieler. Bedoel, als je heel snel weg moet, want iemand Als een politie achter je aan zit, okay. Of als je van zo'n groepje volgers af probeert te komen die dan achter je aan zijn gestuurd. Dus wij hebben daar wat foto's van. Dat er, wat gebeurt hier? Nou ja, je ziet die mannetjes, je ziet 3 mannen daar een beetje op een rij staan. Mm-hmm. Ik sta achter die man met die capuchon hiervoor. Ik probeerde wat straatinterviews te doen om erachter te komen of mensen waren gevaccineerd of niet. Dit was afgelopen, wanneer was dit? December, denk ik, in Guiyang, in het zuiden. En die mannen die zeiden op een gegeven moment tegen een van die dames van, gaat u maar gewoon naar huis. U moet niet met haar praten, gaat maar gewoon naar huis toe. Maar die mannen die hebben de hele dag achter ons aangelopen. En dit was pure intimidatie. En dit is ook wat ik bedoel. Kijk, nu had ik dus een rugzak om. Want dan kon je dus, we hebben op een gegeven moment geprobeerd van, nou, neem een taxi, kijken of ze ons kunnen achtervolgen. Of dat we ze, of dat we van ze af kunnen komen. Maar zeg je dan iets tegen hun? Van, hey, wat nou ja, ik confronteer ze altijd wel. En soms dan denk je dat het is om ons te intimideren. Maar dit was waarschijnlijk gewoon de lokale overheid die wilde weten wat wij daar deden. Mm-hmm. Want ze willen gewoon onder controle houden wat er gebeurt. En als er buitenlandse journalisten rondlopen in jouw gebied, dan wil je weten wat ze aan het doen zijn. Wat ze de wereld gaan vertellen over jouw stad. Het was heel irritant, want niemand wilde dus meer met ons praten. Het is meer intimiderend voor de mensen met wie wij wilden spreken dan voor ons. Voor ons was het vooral heel vervelend. En aan het eind van de dag zaten we in een coffeeshop te wachten tot onze vlucht zou gaan. En toen kwamen ze naar ons toe om te vragen, het was geloof ik 6:15. Gaan jullie nog lang door? Gaan jullie nog ergens anders naartoe? Want onze dag houdt er zo mee op. Moeten we versterking? Moeten we een volgend team vragen? Dus dan hebben we wel even met ze gesproken van, jongens, maar vraag dan gewoon even wat komen doen. Dan vertel ik jullie wat we komen doen. En dan kan iedereen gewoon door met zijn werk. Maar dus dit was eigenlijk heel vriendelijk. Maar we hadden de dag daarvoor ook al politie gehad voor onze hotelkamer. En dat is natuurlijk meer bedoeld als intimidatie. Maar dat is ook waarom je dus de eerste vlucht neemt 's ochtends. Mm-hmm. Zodat je een hele dag hebt om te werken voordat je incheckt in het hotel. En het hotel doorgeeft aan de politie wie er in dat hotel verblijven. En dan zien ze dat er een buitenlandse journalist is. En dan komen ze je opzoeken. En dan komen ze vragen wat je komt doen en zo. En dan krijg je dus van die mannetjes achter je aan. Ik heb ook een keer iets van jou gelezen of dat je iets schreef over de intimidatie. Over dat het zover doorging dat je een zwarte haar op je bed vond. Ja, dat was wel echt intimidatie. En ja, ik weet het nog steeds niet. Ik had een heel klein kamertje waar eigenlijk alleen een bed in stond.
En het was zo klein dat ik kon daar ook alleen maar in mijn eentje zijn. Dus er was nooit iemand anders. En ik kwam inderdaad mijn avond thuis. En toen lag daar echt zo'n hele grote, dikke, zwarte haar op mijn bed. Ik weet nog steeds niet hoe die daar kwam. En je kunt het nooit met zekerheid zeggen dat er iemand binnen is geweest. Ik ben ook wel eens thuisgekomen en er waren alle lichten aan. Ben ik nou vergeten om de lichten uit te doen? Of is er iemand binnen geweest? Je weet het nooit 100% zeker. Daar word je toch heel paranoia van? Ja, en dat is ook het doel, denk ik. Zodat je altijd weet dat je in de gaten gehouden wordt. Maar je weet het nooit 100% zeker. En je weet niet wat ze van je weten. Behalve die ene keer dat ik het kantoor binnenkwam en dat alle lades waren opengetrokken en dat er een grote puinhoop was gemaakt, maar niks was meegenomen. Dan weet je van oké, ze zijn duidelijk binnen geweest en ze hebben even... Ze willen even een boodschap afgeven. Maar het heeft je nooit weerhouden om iets te doen? Nee, want je voelt je nooit fysiek onveilig. Mm-hmm. Dat klinkt een beetje raar, maar het is nooit... Er wordt geen pistool op je hoofd gezet. Nee, er wordt nooit een pistool op je hoofd gezet. Dus het is nooit op die manier eng. In het begin dacht ik altijd van, ja, als ik gekke dingen doe of als ik te kritisch word, het ergste wat mij kan overkomen is dat ik het land uit word gezet. Ja, dan ben je hier de held aan de talkshowtafels. Dus dat vond ik nog wel te doen. Dat veranderde na verloop van tijd ook. Je had op een gegeven moment de twee Michaels, twee Canadezen die meer dan 2 jaar hebben vastgezeten. Mm-hmm. Omdat zij in feite wisselgeld waren voor iets wat hun regering China had aangedaan. En toen realiseerde je van oké, het kan dus ook buiten mij omgaan. Ik kan in de problemen komen door iets wat mijn regering doet. Dus ja, toen begon gevangenisstraf, was dan een stapje erger. En toen begonnen er ook verhalen te komen over een exit ban bijvoorbeeld. Dat ze het land niet wilden uitlaten. Er zijn de afgelopen jaar is het regelmatig gebeurd dat er collega's het land uitgaan. Dat ze tegen worden gehouden bij de douane en dat ze een hele lange tijd worden vastgehouden. En dat ze uiteindelijk moeten rennen om hun vlucht te halen. Dat is ook een vorm van intimidatie. Het engste eigenlijk is het voorbeeld van een BBC-correspondent die is gevlucht naar Taiwan, volgens mij, met zijn gezin, omdat hij bedreigingen kreeg dat er een rechtszaak tegen hem zou worden aangespannen. En na zijn verslaggeving over Xinjiang, de onderdrukking van de Oeigoeren. En een rechtszaak is best wel eng, want dan is je lot helemaal in handen van een rechtbank die vrijwel altijd... die jou vrijwel altijd zal veroordelen. Het ging steeds een stapje verder. Dus het is wel enger geworden.